we kunnen natuurlijk elke dag gewoon naar het theater in Emmeloord, het Voorhuis. Lena Bierma zit voor ons klaar via de Skype. Lena, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Laten we eerst even gaan naar aanstaande woensdag, naar Ida van Dril en Michiel Schreuders, de rattenvanger. Dat klinkt een beetje griezelig. Ja, we hebben een leuke kindervoorstelling aanstaande woensdag gepland. Die vindt niet in het theater plaats, maar in het cultuurbedrijf bij onze collega's. Ja. Een kindervoorstelling, ja, ik zou bijna willen zeggen, als je een keer met je kinderen naar het theater wil, doe het woensdag. Het is een laagdrempelige voorstelling, een betaalbare prijs. En Ida van Dril is niet de minste. Zij is leerling van cabaretier Fred Delfgauw. Ze hebben ook een prijs gewonnen destijds op de parade. De voorstelling is ook met een bijzonder instrument. Dus kinderen kunnen na afloop ook het toneel op om te kijken hoe dat instrument nu in elkaar zit. Dus volgens mij wordt het een hele leuke interactieve kindervoorstelling. Ja. Lijkt het op de Rattenvanger van Hameren? Daar is het op gebaseerd? Of, daar is het op gebaseerd. Ja. Alleen er wordt een hele eigen invulling aangegeven. Ik vind het zo apart, hè? Sinds die btw-verhoging, die prijzen dan. Hier betaal je dan €11,35 voor. Ja, klopt. Ja. Heel apart bedrag. Maar wel eerlijk doorberekend. Dat is in supermarkt nog wel eens anders. Dan een dag later heb je Abafasi staan. Wat is dat? Ja, Abafasi wordt... de temperatuur loopt ook weer op aan het eind van de week. Maar als het dat niet is, dan gebeurt dat deze avond wel. Er staan op het toneel 10 Afrikaanse vrouwen. Kleurrijke types. Die doen dans, muziek, et cetera. En je waant je eigenlijk die avond in Zuid-Afrika. Het is een voorstelling voor een bepaald publiek. Maar ik heb de recensies gezien op de website. En die zijn eigenlijk allemaal positief. Dus ik zou zeggen, dit is ook een avond waarvan je kunt zeggen, nou, ik laat me verrassen en ik wil gewoon een keer wat anders zien in het theater. Ja, dames verdienen het wel, moet ik zeggen. Wat bedoel je met een apart publiek? Het is een publiek waarvan je zegt, oh, je moet ervan houden. Het is niet iets waar ik meteen aan denk. Maar als je bedenkt dat deze 10 vrouwen echt specifiek op tournee komen naar Europa, naar Nederland om een aantal voorstellingen te geven en daarna gewoon weer teruggaan naar hun geboorteland waar ze wonen, waar ze werken, waar hun leven is. Ja. Dan vind ik wel dat een dergelijk gezelschap meer publiek verdient dan het misschien nu krijgt. Ja, zo ja. De voorstelling is het ook zeker waar, denken wij. Het is eigenlijk laagdrempeliger dan je zou verwachten. Dat is een beetje wat zeker je bedoelt. Zeker weten, ja. Is Thijs van der Meeberg dat ook, laagdrempelig? Ja, ik denk dat als we het hebben over Thijs van der Meeberg. Hij was bij onze preview, dus bij de presentatie van het theaterseizoen aanwezig. En daar heeft hij zo'n goede indruk achtergelaten dat de bezoekers die er die avond waren ook eigenlijk zijn kaart meteen hebben geboekt voor de voorstelling. Maar ja, Thijs van der Meeberg heeft nog niet een dergelijke naam als andere vergelijkbare cabaretiers. Mm-hmm. Maar zijn show wordt in den lande heel goed beoordeeld. Hele positieve recensies. Hij staat in een kleine zaal en ik denk dat dat ook de fase van zijn carrière is. Maar als je dan nagaat dat René van Meurs ook in onze kleine zaal is begonnen en tegenwoordig 520 man in de zaal heeft. Ja. Dan denk ik dat Thijs van der Meeberg in het rijtje komt in de toekomst voor René van Meurs. Dus ik zou zeggen, kom gewoon kijken. Ja, hij wordt een fijne Freek de Jonge Light genoemd. Nou, dan weet je ongeveer wat je kan verwachten. En die is dus vrijdag de 19e. Aanstaande is dat dus vrijdag te zien om 19:15 in de Beurszaal. En kaarten voor €18 zijn nog te koop via theater-voorhuis.nl. En hij zegt zelf, kom nou maar gewoon. Nou, misschien wil je het dan maar gewoon doen. Precies. Toch? Oké. Lena, dankjewel. Dit waren de voorstellingen voor komende week. En dan spreken we elkaar volgende week graag weer voor de voorstellingen van volgende week.